Breda Nu. Je weet het meteen. Prinsenbeek's Got Talent en hoe. Komende twee avonden mogen zij dat laten zien. Maar hoe is deze avond eigenlijk tot stand gekomen? Nou, het begon eigenlijk 3 jaar geleden. Toen bestond ons orkest, Amormuzee, bestond 125 jaar. En toen wilden we eigenlijk een mooie speciale show neerzetten met talenten uit Prinsenbeek. En Groot Prinsenbeek eigenlijk, dus Prinsenbeek en omgeving. En toen hebben we dit evenement eigenlijk voor het eerst georganiseerd, Prinsenbeek's Got Talent. En dat was eigenlijk zo'n succes dat we dachten, je moet dat natuurlijk niet ieder jaar doen, maar zo één keer in de zoveel tijd is herhalen, dat leek ons wel wat. En dit is de tweede editie al en... we hebben ook met iets meer dingen uitgepakt. Er zit nu ook een dansgroep bij. Echt een mooi combo. De techniek en het licht en het geluid is allemaal net even weer een slagje meer en beter en mooier. Dus we merken ook aan de reacties van het publiek. De zaterdagavond is al uitverkocht. En vanavond gaat het ook flink mooie volle zaal worden. Dus mensen zien er ook echt naar uit, naar deze avond. Wat ga jij hier vanavond laten zien? Ik ga een liedje zingen en dat heet Hopeloos verlang ik naar jou van Grease. En waarom heb je daarvoor gekozen? Omdat ik heel erg hou van musical zingen. Ik zit ook op een theateropleiding in Rotterdam. Dus daar leren we ook helemaal hoe je dat moet presenteren en zo. Dus ik dacht, ik vind het wel leuk om dat met een orkest te zingen. En wil je later ook in musicals gaan spelen? Is dat je droom? Zeker, dat wil ik het allerliefst. Ik moet er nog wel even naartoe groeien en zo, maar het liefst wil ik musical doen. Dus. De rij, mijn hart dat liefde vond, is sinds een tijdje boos. Wat ga jij hier vanavond doen? Ik ga hier vanavond viool spelen voor de mensen. En hoe lang speel je al viool? Ik speel al vanaf mijn 5e nu. En wat is je favoriete muziek? Waar hou je van? Ik hou het meest van Hongaarse muziek eigenlijk. En vooral, dat is meer zigeunermuziek. Omdat het erg snel gaat en mooi, heb je ook mooie stukken in. En ik hou vooral van de snellere gedeeltes. Nu heb ik ook gehoord dat jij al op conservatorium zit. Klopt dat? Ja, inderdaad. In Den Haag. En hoe oud ben je? Ik ben nou 13 jaar. Doe maar. Dan ben je jong begonnen. Ja, best wel eigenlijk. En wat wil je er later mee gaan doen? Heb je daar een beeld van? Het allerliefst zou ik solist willen worden. Net als nu ze hier. Dus daarom vind ik dit echt, geeft me dit een kick om dit te doen.